leuk dat jullie kijken naar Esmeralda's Kookeiland. Ik ben Esmeralda en zoals jullie zien, ik sta niet in de keuken. Ik zit weer lekker in mijn hobbykamer. Dat kan één ding betekenen, dat ik dus een vlogje op ga nemen. Wat ga ik vandaag doen? Nou, het is weer een unboxing. En deze keer heb ik deze tip van Melanie gehad. Dankjewel meis. Hoe moet ik het uitleggen? Melanie is een penvriendin van mij. Naast het vloggen en naast het lekker kokerellen doe ik ook nog aan ouderwets brieven schrijven. En ja, dus dit heb eigenlijk met het andere hobby van mij te maken. Betreft mijn penvrienden. Deze site heet Meer Leuks. En meestal kan je daar briefpapier bestellen en dat soort dingen. En nog wat andere leuke cadeautjes. Maar deze had nu ook, om even zo uit te leggen, een verrassingspakket die je kan bestellen ter waarde van 25 euro. En nou, je betaalt 25 euro, maar hij is ter waarde van 50 euro. Dus ik ben heel benieuwd wat hier allemaal in zit. Ik heb echt nog niet gekeken. Ik heb hem wel opengesneden. En ik zit dus vol verwachting. Wil ik hem graag openmaken? Dus dat ga ik gewoon doen met jullie. Dus meer leuk. Meer leuks. De site ga ik natuurlijk met jullie delen. Want misschien vind jij het ook leuk om zo'n pakketje te ontvangen. En ja, 25 euro. Ter waarde van 50. Ik ben benieuwd. Want het is altijd leuk om als je verrast wordt. Dat vind ik dan. Daarom doe ik het ook. Nou, ik ga hem openmaken. Even kijken. Ik had hem al losgemaakt, maar niet helemaal, zoals jullie weer zien. Zo. Ik ga jullie even een beetje kantelen. Kijk. Dan gaan we even kijken. Oh, het zit ook allemaal. Het is zo leuk om te laten zien. Heel veel dingen zijn ook gewoon ingepakt. Dus dan kan ik niet zien wat erin zit. Dat is zo leuk. Kijk. In ieder geval een bedankkaartje. Oeh, altijd leuk. Hoi Esmeralda, bedankt voor je bestelling. Ik wens je veel plezier met alle leuke spulletjes. Groetjes, Anita. Kijk. Bedankt. Altijd leuk. Ik ga jullie even op een andere plek neerzetten. Dat jullie het beter kunnen zien misschien. Oh, ik zet jullie een beetje last van een kikker in de keel. In het hoekje. In ieder geval een bedankkaartje. Altijd leuk. En wat is dit? Oh ja, als je bij haar bestelt krijg je ook altijd een meer leuk NL maand. Meer leuks NL maandpuzzel van april. Dus dan kun je lekker puzzelen. Altijd leuk. Nou, ik ben benieuwd. Wel leuk dat ze het helemaal ingepakt heb. Dan voel je je toch een klein beetje jarig eigenlijk. Maar ik weet dus echt niet wat erin zit. Dus ik ga kijken. Oeh. En scheurt weer alles kapot. Wat is dat? Oh, leuk! Een sticky notes. Dat is leuk. Dat zijn van die plakkende briefjes. Die kun je overal opplakken of ergens. Dus een kookboek doen of zo. Dat is wel leuk. Die kan ik zeker weten wel gebruiken. Nou, ik ben benieuwd. Deze even openmaken. Even kijken. Oh, leuk. Wow. Moeten jullie zien. Een heel pakket. Even dit op de grond leggen. Met. Oh, wat leuk. Een potlood. Van die poesiealbum plaatjes. Weet je wat? Ik ga hem gewoon even openmaken. Kan ik het beter laten zien. Wat zit hier allemaal in? Zo, er zit best wel veel in. Leuke stempels. Dat doet het altijd goed. Oeh.
een leuke, schattige potlood. En een kaartje die je naar iemand kan toesturen. Ik ga even zo zitten, dat klets wat makkelijker. Een kaart. En heel wat... Oh, stickers voor kerst. Daar kan je nooit vroeg genoeg hebben hoor, vind ik. Kijk. Stickers. Heel leuk. Zo. In ieder geval allemaal leuke zakjes. Kijk. Daar kan je een leuk cadeautje mee sturen. Dat is altijd leuk. Dat ga ik zeker ook een keer doen. En allemaal kaarten. Wat heb ik nog meer? Oh, dat is van dat tape. Waar je bijvoorbeeld de envelop een beetje op kan leuken. Altijd leuk. Even kijken. Allemaal dingetjes. Oh, dat is leuk. Pussyalbum plaatjes. Wie kent ze niet? En dat is natuurlijk altijd leuk om mee te sturen. Ah! Labels. Wat je kan drukken met je printer. Geen idee hoe dat werkt bij mij. Maar we gaan het zien. Mooie envelop. En briefpapier. Oh, daar ben ik blij mee. Allemaal verschillende briefpapier. Kijk. Ik zal het aan jullie laten zien. Milootje is hier ook lekker bezig. En ik ga jullie toch even zo. Want dat klets net even wat makkelijk. Die zit tegen Pol te kletsen hier. Want Pol zit natuurlijk hier ook. In ieder geval briefpapier. Gezellig lente. Kijk. Nou, die ga ik zeker in deze dagen gebruiken. En een mooi passende envelop erbij. Ah, echt leuk. Oeh, wie kent deze niet? Dat was toch uit de tijd van dat ik echt nog kaarten maakte. Maar had je ook deze plaatjes. Maar blijf leuk, hè? Ja, van die elfjes. Dat blijft leuk. Nou, wat is dit? Dat is dichtgeplakt. Jij bent het hart van goud. Oh, van die leuke stickers. Oeh, uitkijken. Kijk, dat kan je ook op een envelop plakken. Hartstikke leuk, joh. Wat is dit nou? Oh, dat is leuk. Daar kan ik misschien enveloppen van maken. Of iets anders. Of een cadeautje inpakken. Kan je daar ook voor gebruiken. Even kijken. Wat is dat? Net zoiets. Kijk. Ah, daar gaan we wel wat mee doen. Wat is dit nou weer? Wow. Kijk, allemaal papier. Maar best wel dik papier. Kijk dan, wat leuk. En er zat best wel wat in hoor. Want ik weet uit ervaring, betreft briefpapier en dat soort dingen, is toch wel aan de prijzige kant. Maar ik ben echt verrast met dit pakket. Dus... meer leuks. Ik ga natuurlijk hieronder aan de comment de site linken waar je deze kan bestellen. Ter waarde van 25 euro voor... Nee, ter waarde van 50 euro voor 25 euro. Ik heb ook niet meer veel nodig. Maar ik ben helemaal happy. Dus ik zou zeggen, leuk dat je hebt gekeken naar Esmeralda's Kookeiland. Vind je dit nou een leuke unboxing? Vergeet dat duimpje niet. En oh ja... word lid en abonneer je is gewoon gratis. En ik ga de komende tijd weer op zoek naar een andere unboxing. Heb jij nog een leuke tip van... joh, S, dat moet je eens bestellen. En dat moet natuurlijk niet te gek van bedrag zijn. Moet wel een leuk bedragje zijn. Want ik vind het niet erg om het aan te schaffen en dat soort dingen. En misschien zijn ook nog bedrijven die denken van... oh, wat leuk dat je dat doet. Misschien een samenwerkingtje. Dit was dan geen echte samenwerking. Ik heb hem gewoon zelf besteld. Maar ik vind het wel leuk om dit even aan de man te brengen. Dus ik zou zeggen, ga kijken bij meer leuks. En
nu ga ik echt stoppen, want ik begin te veel te babbelen. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer, hè. Doei!